Ja, het is de tijd van de aardappelen. Blijkbaar nieuwe aardappelen, ook al in Dedemsvaart te koop. Ik loop even naar de betreffende eigenaar en verkoper. Goedemiddag. Goeiedag. De aardappelen, de nieuwe aardappelen 2020. Ja. U hebt ze al? Ja. Oh ja? Vertel eens, waar komen ze vandaan? Ze komen meestal uit Zeeland, hè? De eerste komen uit Zeeland. Uit Zeeland, ja, zo. Ja, daar hebben ze allemaal water, daar vliegen ze niet op. Hier ben ze allemaal afgeronden, weet je. Ja? En dat is het vervelendste ervan. Dan duurt het een hele, ben je weer 14 dagen achter met de levering. Oké. Okay. Ja. Ik krijg meestal aardappels, ik denk dat ik volgende week de aardappels krijg van boer Kwaak. Ja. En dan, die aardappels die kwaken ook al, die begint te eten, weet je. Ja. Dan ga je een eend weer op tafel zetten. En hoe smaken de aardappelen? Nou, die kun je altijd kwijt, maar die smaken fantastisch. Ja, smaken ze anders dan vorig jaar of is het een beetje... Nee, het is meestal zo, hoe meer zon dat er is, hoe lekkerder ze zijn. Ja, maar het is toch wel erg droog tegenwoordig, hè? Ja, het is erg droog, maar daar heb je in Zeeland geen last van. Daar hebben ze water bij water. En dat, ja, scheelt een stuk, hè? Dat heb je niet. Oké. Okay. Ze kunnen dus maar nooit bestraft omdat ze... niet meer beregenen, maar wij moeten altijd, als ze rooien, moeten ze eerst beregend worden, ja, omdat ze anders beschadigd worden. Ja, ik heb zo het idee dat ik met een aardappelspecialist aan het praten ben, klopt dat? Ja, ik ben... Wat hebt u met de aardappelen, hoe lang al? Ik heb ze zelf een heleboel gebouwd. Ja? Ik draaide altijd, vroeger altijd, had ik 400 klanten, alleen, ja, alleen voor allemaal consumenten, weet je wel. Ja. En dan draaide ik 500.000 kilo in het jaar. Oké, okay, hier in Dedemsvaart? Ja, in Dedemsvaart. Ja. Ja. U bent meneer? Meijer. Meneer Meijer. En ik heb de bijnaam de aardappelkoning. De aardappelkoning, nou gefeliciteerd, ja, met deze bijnaam. Ja, nou, ja, want ik weet dat u al lang in de aardappelen zit, ja, dat klopt. Oké. Okay. Ik vind het een hele mooie naam. Ja, ja, en ja, hoe is dat om al die jaren, hebt u veranderingen gezien in de aardappelindustrie en in de aardappelteelt? Ja, dat is steeds meer. Het was vroeger allemaal handwerk. Ja. En het is nu allemaal een heleboel, allemaal marginaal. Ja, ja. Dat is wel een voordeel, toch? De kwaliteit is er dan vaak niet beter geworden. Dat, je hebt, nou, op het ogenblik ben er weer heel goede machines. Ja. De beschadiging is nog niet, ja, zo meer. Maar vroeger, ja, eerste machines die gebruikt werden, die waren allemaal... Dat waren de aardappels al die beschadigd en die kon ze niet duren, hè? Ja, oké. Okay. U bent intussen hoe oud geworden? Ik ben 90. 90 en nog volop met aardappelen bezig? Ja, ik ben nog 66 jaar bezig. 66 jaar? Ja. Dus u hebt een liefdevolle band ontwikkeld met aardappelen? Ja. Ja. En wij lusten ze nog wel drie keer daar. Oh ja, kijk aan. Dat is wel erg veel. Waar liggen de aardappelen? Mogen we even kijken? Huh? Mogen we even uw aardappelen zien? Ja. Ja, we lopen even mee naar de voorraadschuur. En mensen komen hier uit alle hoeken van Dedemsvaart en verre omgevingen waarschijnlijk. Ja. Om aardappelen te halen bij u. Bij de aardappelkoning. Uit Borne, uit Hengelo. Zo, kijk aan. Ja. Nou, dat is wel een heel eind. Ja. Dan moet u wel een goede reputatie hebben met aardappelen. We gaan even kijken, we lopen even mee. We moeten afstand houden, hè, met het corona, ja, gebeuren. Een anderhalve meter probeer ik even te filmen en te kijken. Ja, kijken. Hey. Ja, nou, dat zijn van die grote aardappelen. Dat zijn patat aardappelen, denk ik. Ja, die kunnen mensen gebruiken, meestal voor patat. En ik heb de mini, dat is de mini. En ja, ik heb dan ook de mini, heb ik ook. Ja. En de mini, dat is deze. Ja. En wat kosten de aardappelen? Want ik heb begrepen dat er heel veel aardappelen over zijn, omdat de restaurants... Ja, oude oost, hè? Dat is de oude oost. De oude oost is over. De oude oost is over, ja. Ja, okay. De nieuwe oost is nog niet. Want er wordt... Maar u hebt verschillende sectoren in die aardappelen. Ja. Kijk, de een verbouwt pootaardappelen. Ja. En dan heb je een verrassende verbouwd aardappelen. Alleen voor de industrie, dus ja, de stadindustrie. Mm-hmm. En dan heb je nog een groep, zoals ik er ben, die, ja, ben dan nog voor de consumenten. Gewoon. Ja, oké. Okay, ja, consumentenverkoop. Okay, ja, het is duidelijk, u weet, u kunt er uren over praten. Oh ja. Ja, wat dat betreft, ik hoor daar ook nog wat geluid op de achtergrond. Ja, dat is ik, even kijken, die zijn niet tevreden met...
met mijn komst, geloof ik. Maar die vrouw mag niet mee. Dat zijn goede bewakers. Ik wens je succes en tot een volgende keer. Ja. Fijne dag. Ja.